Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes 29 december 2022. Dit is het bulletin van donderdag. Dit is zo'n week waarin je steeds moet nadenken van welke dag is het ongeveer. Ik zal even de mos op de achtergrond wat zachter zetten, want voor mij is dat akelig hoorbaar. Meneer plakt een beetje, zo is dat heet in... Was er iemand die zat CQ te geven, echt al 2 uur lang. Maar die man die doet niks anders dan CQ en zijn koolzijnen. En hij houdt zulke korte breaks dat als hij niet break-in werkt, full break-in, dan heeft een tegenstation ook geen enkele kans om voor hem retour te komen. Maar hij zei met een handsleutel zo te horen. Ik kan natuurlijk ook wel zijn dat het een opname is, maar ik denk toch dat het met een handsleutel zijn. Een Spanjaard is echt al de hele tijd hier bezig, op 40 meter. Maar goed, Daily Minutes, het tweede deel over datacommunicatie en FLDigi. Ja, dit is een ingewikkeld tot stand gekomen podcast van slechts 12 minuten of zo. De oorspronkelijke gedeelte, het langste gedeelte, is ingesproken op 16 december al. Meteen de dag na die andere over hetzelfde onderwerp, dit is deel 2. En ik kondig hier ook nog een deel over de magnetische loop aan. Dat is al opgenomen. Ik loop 5 opgenomen versies voor, vandaar ook het verschillend datum. Afgelopen was dat zondag, ja, tweede kerstdag, dat was maandag, zie je de dagen in de war. Afgelopen maandag op de 26e heb ik deze grotendeels al voor elkaar gemaakt, dacht ik. En in ieder geval een intro ingesproken en toen dacht ik, nee, ik ga toch eerst dat filmpje over de antennebouw doen, want dat is ook wel leuk en dan staat dat maar vast online. Dan wacht ik daar niet te lang mee. Het gevolg was dus dat deze is blijven liggen. Vervolgens heb ik het druk gekregen en ik ben er niet meer naartoe gekomen. Dus nu op de 29e dacht ik, ik pak de koe maar eens bij de horens. Klein deel van wat je hierna dus hoort, dat is op de 26e ingesproken als intro voor de gedachtenpodcast van die dag. Maar helaas, en het overgrote deel is dus van de 16e, een dag dat mijn stem nog niet zo verschrikkelijk goed was. Wat aan het begin veel beter hoorbaar is dan verderop in de podcast. Het is toch wel heel goed. Ik kondig dus aan dat morgen die over de magnetische loop zal komen. Ik durf inmiddels niet meer te garanderen dat dit een dagelijks gepubliceerde podcast is. Want dat is de afgelopen dagen telkens anders gelopen. Ik ga het in ieder geval zo snel mogelijk voor elkaar maken. Ik blijf er nog een paar inspreken. Ik weet niet hoe ver ik in januari hier nog mee doorga. Het oorspronkelijke idee was om er ook nog een aantal te maken in het Engels als oefening. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, omdat er inmiddels zich wat andere plannen aandienen. Meerdere andere plannen. Sommige heel erg in het beginstadium, maar de andere, daar kan ik heel snel mee beginnen. Kortom, de inspiratie is terug. Dat is wel belangrijk om te constateren. Hopelijk blijft dat, want dat is altijd een onzekere factor. Belangrijk is om geen druk op te zetten. Dat is echt, dat werkt bij mij echt zo. Ik heb er vaker over gesproken. Maar inspiratie bij mij is, ik zet simpelweg de kraan open en dan moet het eruit komen. En soms dan komt er niks uit. Ja, dan is er iets bij het waterleidingbedrijf van het inspiratiewater. Is op. Dat is wel een mooie. Die heb ik zo nog nooit zo gemaakt, die vergelijking. Nee, maar dat is echt zo. Ik ga zitten en ik praat. En er komen gewoon woorden uit. En dan denk ik van, dat klinkt ook wel ergens naar. Bij het schrijven gooi ik meer weg dan bij het inspreken. Ik denk dat bij de columns die ik geschreven heb, dat, door de jaren heen heb ik er daar ook wel 2000 of zo van gemaakt. Daar heb ik er toch wel zeker 600 van weggemieterd, omdat de kwaliteit niet voldoende was. Ik weet niet of ik minder kritisch ben, of dat het komt omdat het toch wel veel moeite kost om het in te spreken. Nou, moeite niet, maar wel het editen en alles. Maar in ieder geval ben ik daar wat zuiniger op en ik publiceer wat meer. Maar ik denk dat het ook wel wat beter lukt. Nou, tot zover. Ja, niet tot zover. Ik bedoel, we gaan nu pas beginnen. 26 december. Ze worden weer langer, die Daily Minutes. Tenminste, ik heb er net één ingesproken die... Ik heb er nu 5 in voorraad, dus ik kan nog vooruit. 4 in voorraad.
Maar vandaag gaan we die niet gebruiken. Dit is een korte van 11 minuten. Ik denk dat u nog een beetje indikt ook als ik aan het editen sla, maar dat gaan we zien. In ieder geval is het tweede deel van datacommunicatie, annex FL-Digi. Vorige keer ging het niet helemaal over FL-Digi, dat kwam zo uit. Ik weet niet meer wat ik hier heb ingesproken, maar ik ga ervan uit dat er meer over FL-Digi in zit. En in elk geval over de modus die je, de modulatiesoorten, de varianten van modus die je met dat programma kunt maken. Een tweede deel over digitale modus, de digitale datamodus vooral die op de korte golf gebruikelijk zijn. En de software FL-Digi, ja, ik ben nog niet super goed bij stem. Het gaat op en af. De ene dag gaat het goed, de andere dag een heel stuk minder. Ja. Waar was ik gebleven met het verhaal? Nou, FL-Digi is wel een programma. Er zijn natuurlijk heel veel meer programma's. Ik heb het idee dat FL-Digi wel een van de meest uitgebreide daarvan is. Het programma, dat zie je vaker bij programma's, die lijken heel eenvoudig. En vervolgens, als je verder gaat kijken, dan hebben ze toch een onvoorstelbare grote hoeveelheid aan extra mogelijkheden nog. Hè? Door met de rechter muisknop op bepaalde knoppen van het programma te drukken, krijg je weer tig andere opties. En ja, ook het aantal modulatiesoorten dat je kunt gebruiken is behoorlijk uitgebreid. En je kunt daarbinnen dan nog allerlei varianten kiezen. En van verschillende modus kun je ook zelf de parameters instellen. Dus dan kun je gewoon zelf een variant maken die voor jouw toepassing het beste is. Om je een indruk te geven van wat die veranderingen aan zo'n mode doen. Er zijn verschillende modus waarbij je wordt aanbevolen om een bepaalde snelheid vooral te gebruiken op 160 en 80 meter, op 40 en op 30 meter en 60 daar ook nog tussenin. Maar in ieder geval voor de propagatie op bepaalde banden is een bepaalde variant van een modulatiesoort optimaal. En het kan om die reden dus zinvol zijn om daarmee te variëren, omdat je daar toch de prestaties van die modulatiesoort flink mee kunt veranderen. Ja, verder is het zo dat je kunt het, zoals ik al zei, automatisch laten schakelen met een bepaalde code die je uitzendt, een Reed Solomon code. Als je die voor je uitzending zet, dan schakelt hij automatisch naar de juiste modulatiesoort en ook de juiste offsetfrequentie, dus eigenlijk de audiotoon waarop het werkt. Het nadeel is wel dat als hij één keer die code mist, dat het dan fout gaat en dat ook niet meer goed komt binnen die uitzending. Dus, en als je dan niet weet wat het zou moeten zijn, dan kun je het ook niet handmatig instellen. Dus ja, dan is die doorgang die is verloren. Dat is bij veel van die modus is dat wel zo. Als je niet de juiste mode instelt, dan werkt het dus niet. Verschillende van de modus van FL-Digi kunnen ook plaatjes uitzenden. Iets wat je met SSTV natuurlijk ook kunt. Dan wordt er wel een iets andere modulatievorm gekozen. Soms is de bandbreedte wat anders. Maar het is dan wel mogelijk om als illustratie afbeeldingen mee te zenden. Gaat niet super snel op HF. Bandbreedtes zijn klein en de datasnelheden die erbij horen ook. Maar het werkt wel. Ja, ook dat stelt zich automatisch in. Ja, behalve die identificatie met zo'n code is het ook mogelijk om het in de waterval te zetten, wat ik al zei, en door de identificatie met Morse te doen. Ja, het programma heeft verder allerlei hulpmiddelen, zoals een oscilloscoopschermpje wat je ofwel binnen het programma of extern in een apart schermpje kunt weergeven. Ja, het is eigenlijk te uitgebreid om te noemen. Een van de meest optimale manieren om data uit te zenden voor bijvoorbeeld foto's is verrassend genoeg DRM. De modulatiesoort die eigenlijk bedacht is om middengolf of korte golfstations die in AM werken een effectievere digitale modulatiesoort te geven. Dat blijkt ook heel efficiënt om afbeeldingen te versturen. Verschillende noodhulporganisaties in de VS die met amateurfrequenties werken, ook met andere frequenties, gebruiken dat als de modulatiesoort bij voorkeur om documenten te versturen, omdat het snelste gaat en het meest solide is. En dat is verrassend. Dat gaat bijvoorbeeld met een programma als WinDRM. Heel veel van die DRM-programma's die zijn afgeleid van een bepaalde routine. Ik dacht dat die door een Nederlander gemaakt was. En er zijn dan vanuit verschillende landen amateurs geweest die daar dan iets bovenop gebouwd hebben, een interface. Maar onder de motorkap is het allemaal datzelfde programma. WinDRM, daar kun je dus audio mee versturen om doorgangen te houden. En je kunt ook plaatjes versturen.
Het nadeel van al die modus, ik noemde dat al ten opzichte van slow scan televisie, dat is dat zodra je de begincode mist, dan mis je de hele afbeelding. Je kunt niet ondertussen nog instappen. En dat kan bij SSTV wel. Je kunt over de band draaien en tijdens de tweede helft van het plaatje op die frequentie stoten. Dan krijg je de tweede helft van het plaatje te zien. De eerste helft die heb je gemist. Dus dat gaat niet, kun je niet terughalen. Maar die tweede helft die komt dan door en hij schakelt ook automatisch naar de goede modulatievariant. Dat is wel knap. De meeste programma's doen dat. Tenminste, alle programma's die ik ken doen dat eigenlijk. Ja, slow scan televisie vind ik toch wel een hele interessante. Omdat als je dat vergelijkt met andere modus, bijvoorbeeld het versturen van JPEGs via WinDRM, dan gaat dat bij SSTV eigenlijk in mijn ervaring een stuk beter. Omdat hij onderweg het ook oppakt. Als hij het spoor kwijtraakt, dan synchroniseert hij opnieuw. En dan ziet het er natuurlijk niet goed uit, maar je weet wel wat er verstuurd is. Ook de hoeveelheid detail die je hebt per uitgezonden tijdsduur, die is echt groot ten opzichte van andere manieren van uitzenden. En er zijn natuurlijk heel veel kleurenvarianten. Het werkt een beetje met slow scan tv zoals de originele slow scan tv ook werkte voor wat betreft de zwart-wit component. En de kleurencomponent die zit er dan digitaal doorheen gemodelleerd. Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals het werkt. Dat was vroeger bij de kleuren tv ook zo. Daar werd gewoon een zwart-wit signaal uitgezonden. En de kleur werd apart gecodeerd. En dan kon je vanuit het zwart-wit signaal en dat kleuren signaal kon je de kleuren restaureren. Maar als je een zwart-wit tv hebt, dan werkte dat gewoon. Nou, voor die moderne modus werkte een ouderwetse zwart-wit SSTV ontvanger niet meer. Wat ik over SSTV wil vertellen. In het begin werd dat gedaan op radarbuizen. De beelden die duurden oorspronkelijk 7 of 8 seconden om uit te zenden. En zo'n radarbeeldbuis, die in tegenstelling tot een televisiebeeldbuis, die ligt er nog behoorlijk lang na. Dus als je al verder was met scannen, dan bleef het beeld nog steeds staan op de plek waar het. Dus dat duurde wel 10 of 15 seconden voordat het verdwenen was. En omdat het een plaatje maar 8 seconden was, maar 8 seconden duurde, zag je dan toch het hele plaatje. Geheugens waren er eind jaren 50, begin jaren 60 natuurlijk nog niet. En zeker niet voor video. Maar het was wel opzienbarend, denk ik. En ja, dat het een goed systeem is, kun je ook zien aan het feit dat allerlei ruimtevaartorganisaties het gebruikten. Bijvoorbeeld om de maan in beeld te brengen. De eerste meteosatellieten die werkten ermee. Het is onvoorstelbaar dat dat gebeurd is met een amateursysteem. Maar het huidige systeem is daar wel van afgeleid. Als je kijkt naar de synchronisatiefrequenties, de frequenties waar het beeldsignaal zit. Het enige is dat eraan toegevoegd is een kleurenmodulatie in digitale vorm. En dan ook zodanig dat het niet met dat originele plaatje interfereert. Ja, de grootste afmeting is 800 bij 600, voor zover ik dat weet, bij SSTV. 600 bij 800 is net genoeg om een smalle kolom in een tijdschrift te vullen. De kwaliteit daarvoor is dan ook wel voldoende. Zij het dat het een van de PD-modus is, die toch wat minder geschikt is voor de korte golf. Dus het is wel een modulatiesoort die vooral voor VHF en UHF geschikt is. Onder andere omdat het zelf synchroniserend is voor een deel, voor de kleurinformatie. En als die synchronisatie wegloopt, dan kun je kleurafwijkingen krijgen. Dus dat is wel van belang. En de anderen die synchroniseren dat voor iedere beeldlijn afzonderlijk. En dan is de kans op een afwijking is veel minder groot. Ja, ik weet dus niet of je vanwege die analoge en digitale componenten, zoals ik al zei, het originele plaatje zit er in analoge vorm nog in. En de kleurinformatie is digitaal. Dus ik weet niet of het nou echt een digitale mode is, dat slow scan tv. Maar het is wel iets wat binnen de amateurgemeenschap zo ingeburgerd is. De meeste mensen kennen SSTV wel. Net als dat de meeste mensen wel RTTY en Morse kennen. Terwijl de andere digitale modus toch wel een heel stuk minder bekendheid hebben. Hè? Ja, FLDigi richt zich niet op de modus die Joe Taylor doet. Ik weet niet precies wat de achtergrond daarvoor is. Het is wel zo dat de meeste modus die met FLDigi gedaan worden een duidelijke achtergrond hebben in het noodverkeer, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Terwijl Joe Taylor echt op de amateurtoepassing is van het zo ver mogelijk verbindingen maken. Dus dat zijn twee verschillende filosofieën. En voor de Joe Taylor modus heb je ook een nauwkeurige tijdbasis nodig. Voor de andere modus is dat niet zo. Hè? Ik vind dat zelf wel bezwaarlijk, want je zult maar in een noodsituatie zitten en niet de beschikking hebben over zo'n tijdsignaal. Bijvoorbeeld omdat je geen mobiele telefoonnetwerk hebt, of omdat je mobiele telefoon het niet doet,
Of er is een land die navigatiegegevens verstuurt die jij nodig hebt daarvoor. En dat land schakelt in jouw gebied dat systeem uit. Dan kun je ook je modulatie niet meer gebruiken. Dus voor calamiteitenbestrijding is zo'n modus als Joe Taylor dat heeft, is niet zo geschikt. Maar daar is het ook niet voor bedoeld, hè? En de andere modus die voor een deel van een aantal Nieuw-Zeelanders komen, zoals bijvoorbeeld Domino EX, EX-chat, wat daarvan afgeleid is, FSQ, die zijn eigenlijk allemaal autonoom. En vaak ook hoef je niet zo nauwkeurig af te stemmen. Je zender hoeft niet super stabiel te zijn en dat soort dingen. Dus daar zitten wel verschillen in. Ja, veel meer heb ik er eigenlijk niet over te vertellen. Ik wilde ze wat korter houden, dus laat ik het hierbij laten. Ik denk dat de volgende morgen over de magnetische loopantenne gaat, hoewel niets vaststaat. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, voor altijd de Joker van België.